Je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. De wolking met regen zijn weggetrokken, maar maken wel plaats voor buien. En die zien we op de satellietfoto ook wel in de vorm van witte plukken. Dat zijn de wat dikkere wolken. Tussendoor is er ruimte voor opklaring en dat betekent dat we de zon ook af en toe zien. Vanochtend is het 11 graden bij een stevige noordwestenwind en dus verspreid over het land een paar buien. Ook vanmiddag kunnen er buien vallen en daar kan dan een keer hagel of wat onweer bij voorkomen. Het wordt maximaal maar 13 graden, dat is aan de frisse kant. En het blijft ook vanmiddag flink waaien. In de avond neemt de wind wat af, net als de buiigheid. En dan klaart het ook wat breder op. Temperaturen gaan al flink onderuit en vannacht is het een graad of 9 op de meeste plaatsen. Dan gaan we naar morgen en dan zien we dat we wisselend bewolkt beeld hebben. Net als vandaag. De zon schijnt af en toe. Nog steeds een aantal buien, maar ze zijn wat minder heftig. En de temperatuur komt ook 2 graden hoger uit op een graad of 15. Verder is de wind een stuk rustiger en draait in de loop van de dag. Vrijdag krijgen we dan te maken met restanten van orkaan Lorenzo. Dat betekent flink wat regen en bewolking, vooral in het noorden. In het zuiden is het buigen met een klein beetje zon: 14 graden. Zaterdag een droge dag, maar zondag krijgen we opnieuw te maken met wat regen. Ik ben Marco Verhoef.